Beste kijker, welkom terug bij een nieuwe aflevering van... Ik moet een deutje gaan maken volgens mij, van gezien door Pien. Mijn naam is Pien en leuk dat je kijkt. Misschien heb je al een keer eerder een video van mij gezien en dat zou kunnen. En ik heb heel veel video's gemaakt over spiritualiteit, over positiviteit, over van alles. Het in contact komen met jezelf. Nu... Als je een eerdere video van mij hebt gezien, dan weet je misschien dat ik al een aantal maanden bezig ben met het maken van een documentaire omtrent de complementaire GGZ. De complementaire zorg. En dat heb ik genoemd de energetische GGZ. En in deze documentaire ben ik letterlijk onderzoek gaan doen over wat is dat nou eigenlijk energetisch. En hoe ziet complementaire zorg eruit? Om een beeld te geven, om iets open te breken. Met als doel hierin om dat ook onder vergoede zorg te laten vallen. Want dat zou toch ook ontzettend fijn zijn voor veel mensen die alleen maar een bepaalde vorm van zorg krijgen wat in de zorgverzekering valt. En daardoor andere vormen wat misschien heel goed voor hun zou kunnen passen. Oeh, sorry, ontladen. Mislopen. Ik ben erachter gekomen dat ik zelf ontzettend nog in een spirituele bypass zat. Spiritual bypassing. Ik heb zoveel inzichten en dingen meegemaakt de afgelopen maanden. Het was zo'n ontzettende reis. Is niet in woorden uit te drukken. Dus dan maar op beeld, hè. De documentaire loopt op zijn einde. En dat betekent dat binnenkort het editproces gaat beginnen. En het is best wel zwaar hoe je dit goed allemaal in elkaar zet. En hoe je dit... logisch kloppend en een verhaal eronder maakt. Het is echt niet niks. Ik zat echt waar in zo'n spirituele bypass, waarvan ik dus inderdaad zeg, daar was ik al wel uit, dacht ik. Daar was ik nog niet uit. En ik heb zo'n bijzondere ervaring meegemaakt onlangs, waarbij ik me zo nederig ben gaan voelen. Wat te maken heeft met, ja, nu klinkt het toch heel spiritueel. Met het goddelijke, het maakt me niet uit. Ik probeer alles kapot te redeneren. Dat is mijn probleem. Ik probeer alles kapot te redeneren. En dat maakt dat ik heel vaak zoekende ben naar woorden. En niet gewoon dingen kan laten zijn. En me kan laten overkomen. Daar wil ik echt mee stoppen. Het mag er gewoon zijn. En het gebeurt. En het is. Ik heb een hele nare ervaring gehad. Nadat ik ergens ben geweest. Wat heling zou moeten bieden. En daar heb ik wekenlang last van gehad. En ik besefte mij dat ik iets bij me droeg. Waardoor ik mij heel, heel erg naar voelde. Echt in psychische nood. En ik kwam hierachter en ik was buiten met een vriend. En we waren aan het praten en ik voelde me echt heel erg somber. En dit nam echt met de dag toe. En ik ga je nu inderdaad een spiritueel verhaal vertellen. Met een goddelijke noot. Uiteindelijk vroeg die vriend, wanneer is het dan begonnen? En ik voelde een eerste intuïtie dat ik wist, daar is het begonnen. En ik vertel hem dat. En daarna dacht ik, ja nee. Probeerde ik het vanuit denken weer een soort van kapot te maken. Maar ik voelde gewoon letterlijk een gevecht binnen in mij gaande. Een gevecht met een, alsof iets boos werd. Alsof er... iets om me heen, in mij en om mij heen heel boos werd. Een soort van betrapping zelfs. Het is echt waar, jongens. Ik kan ook niet goed onder woorden brengen hoe dit nou precies kwam, wat er is gebeurd. Dus ik voel dat ik benoem dat ook naar hem op dat moment, wat er gebeurt. En hij zei, ik zeg dat dus ook. Ik voel gewoon dat er iets boos wordt op nu, alsof het iets betrapt wordt. En hij zegt, wat heb je dan nodig? Wie of wat heb je nodig om hier van af te komen? Dat dit weggaat. En de allereerste ingeving, echt zo'n vlinderfluister, was weer kerk. En ik dacht, ik heb niks met de kerk. Dus ik hoef niet de kerk. Daar heb ik niks mee. Dus in mijn gedachten maakte ik dat. Ik zei het dus nog niet eens. In mijn gedachten maakte ik het gelijk weer stuk. En toen zei ik, ja, daar moet ik nog even over nadenken. En op het moment dat ik dat zei, kwam er echt letterlijk een wind door mij heen. Echt, ik kan het. Ik wou dat ik het echt goed kon uitleggen, maar ik kan het niet.
alsof er een woesh wind toef, toef, door mij heen ging. Wat een soort van... Dat duistere wat ik voelde, dat ik me zo depressief voelde afgelopen week, voelde me zo depressief alsof dat gewoon toef, er weg werd geslagen. En ik begon te huilen, want het eerste wat ik dacht, God, luister, ik ben dus nooit van de kerk of wat dan ook geweest. Ik heb altijd geloofd, maar waarin, wist ik niet precies, maar in een hogere kracht, in een hogere God, noem het goddelijk, noem het universe, I don't know. Wel altijd daarin geloofd. En dat gebeurt en ik huil. Ik zeg, ja, maar dit was iets goddelijks. Dit was God. Maar dat kan toch niet? En ik probeerde het weer te beredeneren vanuit mijn gedachtes. En dat lukt niet. En dat kan niet. En ik moest het gewoon laten zijn. En het is weg. Dat hele donkere, duistere gevoel is weg. En ik besefte mij... Weet je, iedereen heeft zijn eigen waarheid. Maar ik besefte mij desalniettemin nog meer dat het zo belangrijk is om helder in verbinding te blijven met jezelf, met wat je voelt, je vlinderfluister, je allereerste intuïtie. Als je voelt dat iets niet goed voelt, dat is met een reden. Als je voelt dat je iets niet moet doen, dat is met een reden. Luister helder naar die kleine vlinderfluister. Blijf altijd in verbinding met jezelf. Ik vraag me af wat er met me zou zijn gebeurd als ik niet met deze vriend had afgesproken en dat hij gewoon ging luisteren en dat hij een goede vraag stelde. Waar is het specifiek begonnen? Wat heb je nodig? Het zijn maar hele kleine zinnetjes, hele kleine woorden. Maar dit maakte mij dat ik voelde dat de overspoeling die ik voelde al weken, dat gevoel van depressie zo zwaar, dat ik het helemaal ging geloven. Dat ik dat was. Dat ik het had. Dat ik het werd. En hij stelde een specifieke vraag. Waardoor ik in één keer een herinnering kreeg van een situatie. En toen iets blootlegde. Iets blootlegde wat aan mij vast zat. En nu weg is. Noem het een wonder. Noem het God. Oké. Okay. In verbinding blijven met jezelf. Om te kunnen verbinden met de wereld om je heen. Cruciaal. Blijf bij jezelf. Ga niet pleasen. That's not for the greater good. Stay true to you.